En FEMS Travel Consultancy is niet alleen een begrip in Suriname, maar ook in de wereld. Dit is duidelijk geworden door de award waarvoor dit bedrijf onlangs in aanmerking is gekomen. Een trotse directeur-eigenaar van FEMS Travel, Victor Lisperans, vertelt dat zijn bedrijf door Royal Caribbean Cruise Lines was genomineerd voor een awardceremonie in Cartagena, Colombia. Voor Lisperans was deze nominatie niet echt een verrassing, maar omdat hij naar zijn zeggen er hard voor heeft gewerkt. Ik denk dat als je hard werkt en je veel verkoopt, dan spreken de cijfers voor zich. En dat is namelijk ook gebeurd, dat Royal Caribbean ons heeft uitgenodigd voor een awardceremonie. En daarbij is gebleken dat we dus de beste verkoopcijfers hadden voor 2018 voor Suriname. Wij zijn de enige die zijn uitgenodigd uit Suriname, omdat wij dus waarschijnlijk ook het hoogste percentage aan verkoopcijfers hebben gehaald. Verder waren het is voor de regio eigenlijk een event. En daarbij doen dus mee Zuid-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Lisperans geeft verder aan dat Royal Caribbean Cruise Lines een van de beste, zo niet de grootste cruisemaatschappij in de wereld is, met meer dan 25 schepen. FEMS is in aanmerking gekomen voor de award vanwege het aantal cruise packages die zij in 2018 hebben verkocht. Lisperans voelt zich vereerd dat zijn bedrijf als enige vanuit Suriname was genomineerd en dus ook in aanmerking is gekomen voor de award. Dus ik voelde me vereerd. Ik heb een beetje rondgevraagd als er andere bedrijven van Suriname ook meedoen. En bleek dat wij de enige uit Suriname waren. Dus ze hebben dus per land hebben ze dus de beste verkoper naar daartoe gehaald en zijn award toegereikt. Hoe lang bestaat FEMS al en is dit je eerste award? FEMS bestaat hard operationeel al 10 jaar, dus echt naar buiten 8 jaar. En we hebben dus eerder een award gehad van Insel Air en Avianca. En dit is eigenlijk dus de grootste boy die we tot nu toe hebben binnengehaald. Ah, je gaat natuurlijk niet prijsgeven, die kneepjes van jou. Maar wat adviseer je dan andere tour operators? Nou, zeker weten, je best blijven doen. Het is een hele eer om dit te hebben mogen ontvangen. En FEMS is in het leven geroepen om samen te werken. Ik moet zeggen dat bij onze tours die we organiseren, we vaker samenwerken met verschillende agenten. Dus sowieso bedank ik hun ook voor de samenwerking die we tot nu toe hebben gehad. En ja, er hard tegenaan gaan, want kijk, je hebt in de reiswereld heb je verschillende reisorganisaties. En je hebt sectoren waar zij uitblinken, bijvoorbeeld ticket sales en zo. Dus ik zou zeggen, ga er hard tegenaan dat je dus ook op dit niveau kan belanden. Want wij werken ook om op dat niveau te gaan belanden, waarbij we ook een keertje in aanmerking kunnen komen voor een nominatie of een award voor een andere sector in de reiswereld. Victor Lisperans, directeur van FEMS Travel & Consultancy. Dit bedrijf heeft onlangs uit handen van Royal Caribbean Cruise Line een award in ontvangst mogen nemen. Volgens directeur Lisperans is hiermee zijn hard werken beloond.